Hallo, vrouw van mij. Hallo, man. Van mijn dromen. Nee, dat is te veel, hè? Dat is echt te veel. Is, nou nee, waarom? Is, moeten we meteen zo soetsappig beginnen? <laughs> nee, ik vind het leuk. Het is, ik weet niet of het andersom ook zo is, maar het is wel schattig dat jij het zegt. Oh. Au. <laughs> en net als de vorige wordt ook deze podcast mede mogelijk gemaakt door HelloFresh. Een man en een vrouw. Je bedoelt jouw man en jij mijn vrouw. Al veertien jaar onafscheidelijk en nog steeds niet uitgeluld. Dat idee heb jij. Samen een zoon, een hond en een bedrijf. Je vergeet alleen dat er nog een klein onderweg is. Schat, ik scheer mijn bikinilijn op gevoel... omdat ik door die buik geen zicht meer heb op de voortaan. Geloof me, dat vergeet ik niet. Maar even eerlijk, we hebben een hectisch leven... en je vergeet soms echt even de tijd te nemen om echt met elkaar te praten. Wauw, diep man. Hé, hey, dat is best een goede naam. Nou, zijn we daar tenminste over eens. Wat vinden jullie ervan dat steeds meer mensen, vooral jongeren, onzeker en soms zelfs depressief worden door het uiterlijk van anderen en door het ideale plaatje wat social media creëert? Groetjes van Sarah. Ja, nee, Sarah die stelt een hele goede vraag. Ik denk dat het iedereen hier wel een mening over heeft. Zeker weten, maar voordat we daarop ingaan, welkom liever bij ons eigen podcast. Ja, Dankjewel. Dankjewel die... dat je mij welkom heet bij mijn podcast. Ja, ons. Oh ja, is altijd, ik wil het mijn mijn, hè? Yes, Dat is yeah, gewoon yeah. Wel echt ons. Yes, is, is. Ons leven, ons podcast. De rest is Stewart, Ja, vrouw Nienke, Nienke Stewart-Plas. Diepman. Welkom. Uh, Sarah. Ja. Die vroeg zich af wat we ervan vinden. Dat mensen dus onzeker worden wat social media kan creëren. Dus de onzekerheid, omdat er zoveel te zien is. Het, is, het, het perfecte plaatje bereikt je heel makkelijk door gewoon te swipen, te kijken en te doen. Ja. Vroeger, vroeger, voor social media, had je uh, magazines, ja. films, videoclips. Dat was er ook, maar het was er in veel minder, uh, mindere mate. En je werd er ook niet continu met geconfronteerd... omdat je nu zo'n mobieltje bijna in je hand hebt vastgelijmd. Ja, dat is het verschil, ja. Dat is het verschil. Dus omdat het er meer is, word je meer geconfronteerd... en dan zal je sneller denken... oeh, ik ben niet zo mooi als dit meisje... of oeh, ik ben niet zo gespierd als deze jongen. Maar haar vraag is... Wat we ervan vinden. Ja, dat steeds meer jongeren onzeker en soms zelfs depressief worden... Door het uiterlijk wat ze zien op social media. Ik vind het sowieso heel verdrietig. Omdat. Um... Mag ik even iets toevoegen aan deze vraag? Ja? Uh, hier in, in, in deze vraag zegt ze jongeren. Maar is het niet gewoon mensen op zich? Want ik denk dat het ook gewoon genoeg oudere mensen zijn. True, maar ik denk wel dat onzekerheid, zeker bij jongeren op een bepaalde leeftijd, heel erg speelt. Wanneer je eigen lichaam aan het ontwikkelen is. En wat je je heel onzeker kan voelen over misschien uh, je leeftijdsgenootjes die al verder zijn, qua hoe ze eruit zien. Überhaupt je leeftijdsgenoten die er anders uitzien. Heb jij nooit een periode dat je onzeker was? Omdat. Ja, Zeker, nu nog steeds wel hoor. Beetje. Maar minder dan dat je misschien op je twaalfde had. Ik denk ook ja. dat het met de leeftijd. Uh, te maken kan hebben. Ja. Vroeger op je, op je elfde kocht je niet echt een magazine, die las je dan dat je moeier om het gehaald, weet je. Dus dan zag je in één keer die pagina ja. van, van een J Lo of een, een supermodel Cindy Crawford of wat dan ook. Ik denk dat wij als ouder misschien wel nu zwaarder de taak hebben dan ooit om ons kind mee te geven dat wat ze zien niet allemaal echt is. Hoe belangrijk is is er goed uitzien? überhaupt. Ik ga niet het woord goed gebruiken. Gewoon hoe belangrijk is het uiterlijk voor jou? Ik vind mooi uiterlijk. Bij mij staat gelijk aan hoe ik me voel van binnen. Want ik kan ook een dag hebben dat ik niet mijn haar heb geveund. en geen make-up draag. maar dat ik me heel erg mooi voel. en dat ik toch het gevoel heb dat ik lekker in mijn vel zit. en dat mijn uiterlijk goed genoeg is die dag. of, of zelfs gewoon perfect is. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Als ik net, uh, whatever, ik heb een vriendje die net naar school gebracht. en ik heb eigenlijk alleen nog maar gezichtscreme op. en een knootje in. en dan kijk ik naar mezelf. omdat ik gelukkig ben. en dan kijk ik naar een blij persoon. en ik vind ook dan. Ben ik blij met mijn uiterlijk? Ja, weet je, het is, ik hou van mezelf mooi maken, denk aan feunen en, en mascara en lippenstift en zo, maar ik kan ook heel blij zijn met mezelf als ik dat niet heb. En ik denk dat, er, dat, dat daar het hem zit, dat sommige vrouwen echt het hebben: ik heb het nodig. Maar jij doet het dus altijd voor jezelf, dus nooit voor een ander. Dus jij gaat nooit je uh, op een bepaalde manier kleden omdat een ander dat leuk vindt of mooi vindt. Nou, ik kan, als, als ik het voor een ander doe, dan is het voor één persoon, maar naast mezelf, dan ben jij. Ja, maar misschien als je met vriendinnen uitgaat, omdat je weet dat ze dan uh, ook... Is het nou niet ook zo dat je als vriendengroep bijvoorbeeld altijd afstemt hoe je eruit ziet bijvoorbeeld, qua uiterlijk? Ja, dus dat je, dan... je kan wel zeggen van jongens, wat doen we aan vanavond? Doen we, doen we pumpies of ja. dus doen we gimpies. Tuurlijk, nee, dat zeker. Dat is ook gewoon een beetje de plezier. Ja. Want we weten allemaal dat we pijn in onze tenen krijgen aan het eind van avond. Maar ja, dan tik je nog een drankje erin en dan zeg je nou, hè, voor de tenen. Voor het, voor het gesqueezede gevoel. Maar um, ja, mij met je vriendinnen kan je ook meer de lol hebben. Maar ik, het, het zou natuurlijk ongezond zijn als je helemaal obsessief bezig met... Iedereen moet zijn outfit sturen, anders kan je ja. de deur niet uit. Is er nu iets wat je aan jezelf zou willen veranderen? Ja. Ja, ja, ja dat wil ik wel. Maar ik, ik vind er bijna niet te delen. Omdat ik ook weet dat het echt... Ja, mensen gaan zeggen, nee, het serieus. Het is helemaal niet iets groots. Maar, dat is, maar voordat je het gaat zeggen wat het is... Het, ik denk sowieso dat dat ook vaak voor zorgt... dat heel veel mensen niet eens willen zeggen dat ze iets hebben gedaan... of dat ze ergens mee zitten, wat ze willen veranderen aan hunzelf. Want de ingreep niet altijd iets groots hoeft nou, te zijn. Nou, maar meer de reactie ook van andere mensen. Want mm -hmm. mensen, mensen hebben altijd een mening... en die vinden altijd dat, waarom moet je dat doen? Je bent mooi zoals je bent. Je bent knap zoals je bent. Dus mensen durven dat al niet te delen vaak, hè? Alleen al vanwege die reactie. Klopt. En ik vind ook dat je zou niet daar je beslissing of ga ik het wel doen of ga ik het niet of ga ik het wel of niet ga ik het niet delen die zou er dan eens van af moeten hangen want als jij ergens gelukkig van wordt een grote ingreep of een kleine ingreep ja dat is toch jouw eigen hè? maar soms is het ook een beetje jaloezie van mensen van jij durft wel die stap te nemen of jij durft wel letterlijk te kiezen voor puur het hè ja. het uiterlijk dus niet want het is ook wel een psychisch iets maar in ieder geval wat ik dus wil veranderen aan mijn ja ik wil ik wil gewoon het antwoord horen ja, ik wil je, gewoon het antwoord horen wil je gewoon heel graag naartoe hè? Nou, ik Kijk soms wel eens naar de video's van mezelf natuurlijk. Uiteraard, beeldmateriaal. En dan zie ik mezelf aan de zijkant. Mag ik even, voordat we doorgaan. Kijk, ik denk wel dat jij um, niet... Um, als je al in het verleden, dus voordat we video's maakten... dacht aan iets veranderen aan je lichaam. Dan lijkt het me geen goede combi... als je ook nog eens heel veel naar jezelf kijkt via beeld. Dat is niet lekker volgens mij. Het is conf confronterend. Nee, je, je kan er niet onderuit... dat de eerste keer dat ik video's ging maken, Resley... Maar toen ik begon met die comedyvideo's... wat ging mijn gezicht als een accordeon in en uit elkaar. Ik wist niet wat ik zag. De mate van uh, 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 plooien die ontstonden als ik een grap maakte... of als ik iets wilde uitleggen. Het gezicht, gezicht ging alle kanten op. Toen dat, zei ik... Dat, 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 dat zag jij. zag ik meteen. Ik dacht, praat ik zo? Dit is hoe mijn gezicht gaat de hele tijd. Als ik met je communiceer. Ik vond het heel intens. En toen dacht ik ook... Zo word je snel oud, Nienke, als je zo gaat praten. Je moet iets rustiger dat gezicht houden. Dat voorhoofd ging op en neer. Die... die je poten. Is dat dan echt waar je echt op focust? Nee, focus niet. Het, ik heb mezelf nog nooit zo vaak achter elkaar gezien op beeld. Maar als jij nu... Oké, okay, dan trekken we het even Nogmaals, weer naar wat de wat tijd. wat wil ik doen? Ja, maar als we het dus <laughs> nu naar, 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 naar tegenwoordige tijd toe brengen, Heb je dan nog steeds dat je kijkt naar beelden van jezelf en dat je denkt... Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Oké, okay, wat wil je veranderen aan jezelf? Ik zou een klein beetje mijn neus... Kleine, kleine schavings. Ach, ik train ik, mezelf om nu niet te reageren zoals um, um, wat, wat een beetje voor de hand liggend is. Dus ik ga gewoon heel luchtig en heel onderzoekend reageren. Waarom? Nou, ik zal je vertellen waarom. Je, je neus en je oren groeien door naarmate we ouder worden. Dus dat wil ik niet zeggen in dezelfde mate als je haar en je nagels. Dat kan een heel klein beetje zijn, dat kan veel zijn. Kijk maar naar de oudere mensen die hebben grote oren en grotere neuzen voornamelijk. Um, ik weet het, ik moet het ook gewoon accepteren, dat, dat heeft ook mee te maken. Maar dan kijk ik naar foto's van mijn oma, die is 92 geworden en een neus waar zij mee eindigde. En dan kijk ik naar mezelf toen ik 17 was en nu ben ik 34, bijna 50. Dan denk ik, ja, ik zie toch, er is toch alweer gegroeid. Maar mag ik wat zeggen, schat? Dan denk ik, nee, ik ben er niet klaar. De toekomst, ik, ik, wij weten waar dit naartoe gaat. Die, die tip gaat hangen. Nee, niet wij. Ha, niemand weet waar het naartoe gaat, okay. behalve jij. Sorry, mijn neus en ik, ik weet waar, waar wij naartoe gaan. <laughs> Wij hebben, een, wij hebben een neerwaartse richting gaan wij. Maar schat, kom op nou. Kijk, weet je wat het is? Ik wil heel erg luchtig hiermee omgaan en gewoon doen van ja, als jij dat voelt, dan wil ik met je meegaan en luisteren. Maar ik, ik kan niet zo goed in dit verhaal meegaan. Omdat je okay. gewoon. Wacht. Ik, nee, het gaat niet om mij, maar ik vind je neus mooi. Oké, dat is één. Maar ik wil ook wel zeggen, soms moeten we ervoor waken dat we niet altijd beter, mooier. Sneller willen of zo. Ik kijk, ook. Ik, als ik naar jou kijk, ben ik super jaloers, nu op dit moment niet, op je platte buik. <laughs> ik, ik kan, ik kan er niet, niet tegen dat jij gewoon alles kunt eten, kunt doen, ook gewoon een week, twee weken, drie weken niet hoeft te trainen. En jouw buik blijft strak. Als ik dat niet doe, dan gaat er iets heel anders gebeuren met mijn buik. Nee, klopt. Ja. Hij gaat over je broek. Maar houdt het dan in dat ik dan ook denk... Nou, bij Nienke gaat het zo. Dus misschien moet ik dan nou, toch je, maar even... Jij weet van mij... Oké, okay, dat is iets... Je hebt gelijk. Niet iedereen heeft dezelfde bouwfiguur en reageert op suikers. Dat is ook nog zoiets. Ja. Maar als ik mijn neus kon trainen in een kleiner maatje... Zou ik het doen. Dus alles wat ik zou kunnen doen in de gym... Waar ik dan denk van... Oeh, nou... Toen, toen ik mijn borsten ging doen bijvoorbeeld... Ja. Ik heb dat tegen jou gezegd. Als ik mijn borsten weer vol kan trainen, dan ga ik ervoor. Maar het enige wat ik kan doen, is ik kan, kan die spieren een beetje aantrainen. Maar daar krijg ik alleen maar een kenborstkast van. Ik krijg daar niet de borsten terug die ik had voor... Uh, hè, vo voordat ik borstvoeding had gegeven. Dus alles wat ik kan fixen in de gym, wil ik fixen. Ik wil daar hard voor trainen, goed voor eten, gezond voor leven. Alles wat niet kan. Ik kan mijn haar niet blond wensen. Dan moet ik toch echt voor naar de kapper. Wil ik dan wel laten doen, ja. Maar niet alles, ik, ik, ik wil ook weer niet alles maar doen wat het kan, Eigenlijk... Houd het vast, houd het vast. We gaan dit verder oppakken, want leuk dat je over de borsten begint. We hebben namelijk aan de andere kant van de lijn dokter Wouter van der Pot. Ja, dokter Wouter van der Pot. Vanaf... Het is toch gewoon een officieel titel, toch? Nee, ja, het is een dokter, nee, ja. moet ik zeggen ook. En dit is de man die Nienke haar boobies heeft gedaan. Ben Wouter van der Pot. Dag Wouter, met Nienke. J jij bent eigenlijk de enige persoon naast mezelf... die Nienke met de blote borst heeft gezien. Dat denk jij trouwens. <laughs> Na de borstvergroting. <laughs> nou, want ik heb toch een vriendin en ik wil ook nog een kind. Ja, mannelijk, mannelijk. Oké, okay, nou oké, okay, dan klopt het. Dan is dokter Van der Pot okay, wel de ja, dat, ja. dat weet ik niet. <laughs> nee, dat weet jij, ja, dat weten jullie beter dan ik natuurlijk. Maar dat zou goed kunnen, ja. Ja, ja, ja. We, we bellen eventjes uh, hè, met jou. Jij hebt mijn borst toen de tijd vergroot... He, de ingreep ja. gedaan, want ik liep met, uh, met naar nou, mijn idee, twee wat sneuien zakjes naar borstvoeding. Ja. En nou, ik denk niet dat ik een heel uh, bijzonder geval was. Ik denk dat, dat, je, dat je dat soort verzoeken veel hebt, toch? Uh, Zeker. Die, uh, die uh, vrouwen die ermee komen. Maar ik vroeg mij dus af: zijn er ook wel eens, um, ja, mm, ik wil niet zeggen bijzondere verzoeken, maar verzoeken waarvan jij zelf denkt, nou, ik weet niet of ik hier achter moet staan als arts. Zeker, zeker. Kijk, en daar, dat is een interessante vraag en daar kan je heel veel over zeggen. Er heerst een soort stereotype beeld van plastische chirurgie. Dat er vrouwen komen die groter, groter, groter willen. En dat, dat de plastische rug alles maar moet inwilligen. Omdat uh, u vraagt, wij draaien. Maar dat is natuurlijk niet zo. Um, ik heb natuurlijk zelf ook controle over waar ik wel en niet in meega. En sommige dingen hebben zoveel nadelen. Hè, dat ik zeg, nou weet je, dat moet je gewoon niet doen. En kijk, tot een bepaalde grens kan je erin meegaan. Hè, want ik hoef niet iedereen mijn persoonlijke smaak op te leggen. Maar hoe groter een prothese, hoe zwaarder die ook is, hoe minder toekomstbestendig die is. Dus als op iemand op een gegeven moment echt grote maten wil, dan ga ik eerst het afraden. En als het echt te extreem wordt, dan zeg ik, nou weet je, dan moet je naar iemand anders toe gaan, want dan doe ik het niet. Is dat wel uh, dus gebeurd? je kan het best wel een beetje sturen. Zeker. Ja. Natuurlijk is dat wel eens gebeurd. Ja, zeker. Is er een verzoek uh, waarvan je nu op kan komen dat je denkt, nou dat was wel het meest vreemde, bijzondere, opmerkelijke verzoek dat ik ooit heb gehad, los van of je het gedaan hebt of niet? Nou ja, het enige wat ik me echt kan herinneren is al heel erg lang geleden. En ik werd me eigenlijk altijd afgevraagd: van, is dat was dit echt of niet? Maar dat we een, in die tijd nog een fax kregen. Zo oud ben ik al. <laughs> dat we een fax kregen van iemand. En die zei dat hij een plastisch chirurg zocht om zijn linker oog dicht te hechten, omdat hij het gevoel had dat hij dat gewoon zo dicht moest houden, en het licht niet vloog. en Hij wilde iemand die dat permanent ging dichthechten. En toen dacht ik van nou ja, dit is of gewoon een psychiatrische patiënt, dus is geen enkele weldenkend arts gaat daarin mee, of het is een journalist van de nieuwe revue die eens gaat kijken van, die faxt dat gewoon naar alle plasticureurs in Nederland en dus even kijken wie er hapt of zo. Maar dat is iets wat ik me wel heel erg kan uh, herinneren. En je hebt wel eens, ja, ja weet je, als er iemand komt voor een consult facelift en ik zie al uh, uh, in de agenda staan dat zo iemand nou, 28 jaar oud is. Dan weet ik eigenlijk al dat ik dat niet ga doen. Want het moet wel erg. Weet je, dat, je, 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 iemand van 28 heeft niet genoeg huidslapte. om een facelift te rechtvaardigen. Ja. Dat gebeurt een enkele keer. Ja, is dat heel extreem? Soms is het ook gewoon een stukje voorlichting. dat iemand een probleem heeft. Dan denkt hij dat hij een facelift nodig heeft. Terwijl hij eigenlijk een hele andere behandeling nodig heeft. Maar mag ik. Want, want dit vind ik een hele. hele. hele goede. die u nu aankaart. Want is het nou eigenlijk niet zo dat je niet alleen maar. een plastisch chirurg bent, maar ook een soort van. Um, psycholoog, U, want het, het, het komt natuurlijk echt vandaan, ja. dus het, het gaat ja, veel meer dan nee, alleen dat. om de ingreep, het gaat ook om het gesprek ja. voor en na Nou, dat is, dat is helemaal waar wat je zegt, dat is absoluut waar ze zeggen wel eens, een paschirurg is een psychiater met een mes, um, nou dat is, dat is een beetje gesageerd gezegd, maar um, nee, zeker het gesprek van tevoren en daarna is extreem belangrijk, dus um, ik wil natuurlijk een, een hele goede paschirurg zijn dat is mijn ambitie, dat is waarom ik dit vak doe wat ik superleuk vind en waar ik ook gewoon van geniet en je kan een plastic chirurg zijn die waanzinnig goed kan opereren. Stel, maar je bent heel slecht in communiceren. Dus je bent zo autistisch als een deur, maar je kan briljant opereren. Ik denk dat je dan best wel veel ontevreden patiënten hebt. Want communicatie is een heel belangrijk stukje. Dus als je als patiënt binnenkomt en er zit daar een arts die niet goed kan praten of niet goed connectie uh, met jou kan maken. En die connectie is extreem belangrijk om vertrouwen te winnen. Want als je iemand als jij je gaat laten opereren, nou, Nienke heb je zelf misschien ook al meegemaakt dat is best wel een vertrouwensissue. Je gaat iemand jouw gezonde lichaam toevertrouwen om in te snijden. Dus je moet zo iemand echt volledig vertrouwen dat hij dat goed gaat doen. Dus als jij dat niet kan overbrengen in een vorm van communicatie, dan schiet je al te kort. En ook nadien, stel nou dat er iets misgaat, ook dat heb je meegemaakt, uh, Nienke, met een nabloeding wat soms kan gebeuren. Ja. Dan is het ook belangrijk dat je er staat en dat je dat oplost en dat je dat op een manier doet dat je je niet in de steek gelaten voelt. Maar ja, wat je zegt, de rest, die communicatie is een extreem belangrijk onderdeel van het geheel. Ja. Ja, joh, ja, ja. Het is niet dus enkel de ingrepen, het is ook echt wel gewoon het verhaal erachter en wat voor gevoel neemt het met zich mee. Dus er zit veel meer nog omheen. Ja. Een laatste vraag die ik ja. voor jou heb, Nienke, ja, en de, 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 die delen we dan met z'n drieën nu eventjes. Ja? Um, Jij bent nu zwanger. Als je bevallen bent... heb jij dan het idee dat je dan weer iets aan je borsten moet doen? Of... Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe. hoe ervaart u dat, dokter van de Pot? Je nou als... blijft u zeggen. Ik vind het zo Ja, Sorry, sorry. Dat heb je altijd als... Je, ja. Het, het woord dokter zorgt ja. voor dat je nee, u gaat zeggen. Jij hebt natuurlijk ook een andere band met mijn dokter... dan dat ik heb, dus ik snap het. Dat is eigenlijk een vraag voor... Ja, voor, 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 voor of, of, of voor hè? jullie twee eigenlijk. Hoe zit dat? Nou, als ja, je, je mag Wouter weet... zeggen. Dat maakt het makkelijker. Gewoon Wouter zeggen, dan hoef je ook geen u meer te zeggen. Ja. Dat is makkelijker, hè. Nee, weet je wat ik eh, zoiets heb... Ik, je weet niet, hoe ga ik borstvoeding geven? Hoe gaat mijn borst ontwikkelen? Kan ik het überhaupt wel? De kans is supergroot dat ik gewoon hartstikke goede melk... en veel ook kan uh, ja, geven aan de baby. Maar wat doet het met je huid? Ja. Krijg je hangborsten? Vind je, ben je daar oké okay ja. mee? Want misschien zeg je bij jezelf... nou, nu zijn ze een tikje natuurlijker. Dat vind ik juist mooi. Dat weet je niet. Dat is echt een beetje gis in het duister. Maar ik denk wel dat er ja. veel vrouwen kunnen komen... Nou, hè, dat ze daarvoor hun borst hebben vergroot, volgens mij zeg ik het goed. En daarna hebben ze zoiets van, hmm, het is toch een beetje anders gaan hangen. Dan kunnen ze het rustig, de bende, gewoon liften, toch? Vanwege zwangerschap, toch bedoel je? Ja, ja of ja. borstvoeding voornamelijk. Ja, sorry, borstvoeding. Toch, Wouter? Dat klopt toch wel, dat ze denken, dat nee, nee, had molen, is zeker. zeker. verpest. Ja, nee, wat je zegt is waar. En de, 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 de Borstvoeding is natuurlijk een heel belangrijk stukje van, het, van de voorlichting die je geeft die iemand komt voor, voor een borstvergroting. Dat moet je gewoon kunnen geven. En ik maak heel vaak die vergelijking met flesvoeding. Kijk, flesvoeding, dat geeft je door een siliconen speen. En zit, als je dat gaat meten, best wel veel siliconen in melk die je via flesvoeding aan baby's geeft. In de melk die je geeft via borstvoeding, als je uh, implantaten hebt, daar kunnen ze geen siliconen in aantonen. Nou ja, iedereen uh, is vaak bang voor, nou, borstvoeding met implantaten, dat siliconen kan nooit goed zijn. Maar flesvoeding, hoor je niemand over dat dat schadelijk is. Daar dus, dat gaat via siliconen speen, uh, Notenbenen die mond van de baby in. En daar, daar kan je ook siliconenpartikels in de melk aantonen. Wow. Dus die vergelijking maak ik vaak om mensen gerust te stellen van, joh, met borstimplantaten kan je prima borstvoeding geven. Um, dat is uh, absoluut veilig. Dit, nou, dat is een leuke nou, hè? Weer wat Daarom geleerd. Een mooie afsluiter, dit feitje. Ja, nou, Dankjewel, Wouter. Superleuk dat je eventjes uh, onze expert. Want letterlijk, uh, dit is al onze eerste expert, echt expert. Ja. In onze uh, podcast aflevering. Thanks, thanks. En ik zou zeggen, ja, helemaal haha, leuk. Snel weer aan de bak, want iemand moet nu uh, geholpen worden, denk ik, hè? Dus haha, ga maar weer trekker, uh, Ja, hoor. ik ga snel wat eten en dan ga ik weer door. Maar thanks for having me en uh, succes met de podcast. Dankjewel. Dankjewel. We spreken elkaar. Yo. Doei. Hoi. Nou, ik wist het niet. Ik wist het niet siliconen zitten meer in de melk als je het met de fles geeft, maar uh, kijk, wij, wij vrouwen zijn veel... Ga je nu ook je borsten vastpakken? Ik weet je ook tje? niet waarom ik dat deed. Okay. <laughs> nou ja, omdat het zijn borsten en hier komt melk uit en het is een aardig fabriek gaande. Dus, maar heb jij nooit bij stilgestaan? Je hebt wel eens gevraagd voordat ik het ging doen kan je dan nog borstvoeding geven? Maar je hebt nooit, het was niet dat je zei van oh, dat moet je niet doen, want... Nou ja, ik, Een beetje een logische gedachte bij heel veel mensen denk ik, dat als, je, als, er, als er siliconen in gaan, dan denk je dat er ook geen... Melk meer uit je bossen komt. Nou, ik vind maar... ik een logische gedachte. Nee? Maar het is wel een okay. logische vraag dat je hem stelt. Okay. Maar he, he, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Want je stelt allemaal vragen aan mij, liever. Omdat ik natuurlijk al he, ingrepen heb gedaan. Uh, maar wat zou jij willen veranderen? Want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat als jij van klei zou zijn. Dat je niet ergens nou, even een klein deukje dingetje zou willen doen. Nou, geen klein deukje dingetje. Nee, dat niet. Nienke. Maar wel, ik heb hier aan de zijkant, rechts aan, aan de zijkant van mijn gewit. Nee, goed, goed praten naar mij bedoel ik, liever. Ja, goed. Aan de zijkant van mijn gebit, rechts. Ja, daar zit een kleine zit, spleet. Zit spleet in. Op foto's zie ik mij, mezelf lachen en zie ik dat spleetje. Irriteer ik me maatloos aan. Mag ik dan wat vragen stellen? Ja. Je irriteert je dus ja. aan het spleetje. Ja. Maar je hebt ook ondertanden, die staan ook niet helemaal dezelfde hoogte. Daar irriteer je, je niet aan? Maar wat zeg je nou? Nee, dat is gewoon iets wat me opvalt, want dat ik, is ook een afwijking. Dat is mij nooit opgevallen, maar nu ga ik er wel zo naar kijken. Heb jij dat nog nooit gezien? Maar serieus, vind jij mijn gewicht niet mooi? Nee, dat. Ja, nee, maar jij zegt dat het niet mooi is. Jij zegt dat het scheef is. Ik zei niet niet mooi. Ik zei als dat je sple spleetje jou opvalt, hoezo valt die valt die ene tandje niet? Doe eens dit? Nee, maar hoezo? Hoe is ja, je... Maar jij gaat nu iets duiden. Wat bij mij nooit is opgevallen in de 35 jaar dat ik hier op aarde ben. En nu ga jij dit zeggen en nu moet ik gewoon doen alsof het niets betekent. Maar ik, ik ga. Die, die, die tanden heb je natuurlijk pas, uh, want het past, dit zijn grote mensen tanden. Vind je, niet, vind je het niet recht? Nee, ik. Nee, het is niet recht. Ik, wat ik ervan vind, of ik het mooi of lelijk vind, dat is een vraag waar ik antwoord geef. Maar het is niet recht. En wat vind je ervan? Ik vind dat helemaal geen probleem. Net zoals het spleetje wat je net aankaart ook geen probleem vindt. Maar, maar ze jij zijn dus niet recht. Je hebt het nu over een kleine, een kleine afwijking in je mond, toch? Wat maar je maar zo... wacht even, wacht even. Ze, ze zijn dus niet recht. Doe eens dit met je, met je vingertop aan de bovenkant. Aan de bovenkant. Voel je toch dat je... Je gaat toch even omhoog ja. daar? Maar ik vind ze natuurlijk recht dan. Het is nog steeds het is een natuurlijk gebied. Je hebt natuurlijk van... ook beugelrecht. Dan weet je, zie je dat iemand echt in een beugel. Nee, dit is natuurlijk. Maar dan valt het spleetje toch ook onder. Uh, nee, nee, nee. Dat is gewoon een gat. Er ontbreekt een, tand, een halve tand of een zo. Een gat. Liever. Er kan nog niet eens een stuk vlees tussen. Waar ligt voor jou dan de grens wat je wel niet aanpast? Want vind jij onder het mes gaan narcozen heftiger dan een beugel? Touché. Nee, dat is even, eh, ja. Ja, je maakt een goed punt. Het is, ook, het is ook best wel moeilijk. Nee, niet moeilijk, want het is niet moeilijk. Maar het is ook altijd. Het is een fijn lijntje. Ja. Ja, ja. Nou ja, je, je kaatst de bal gewoon. Of, of je kaatst hem helemaal terug en je hebt helemaal gelijk. Alleen um, is het wel een groot verschil, denk ik, bij mij... tussen het echt ook willen doen. daarom, Want jij hebt... Dit heb je wel eens eerder gezegd van het spleetje. Ja. Toen heb ik ook gedacht aan die ondertanden. Ik heb het nooit Weet gezegd. Weet je wat ik zou willen doen? Oké. Okay. Nu komt het. Ja, meer. Wat ik echt zou willen doen. Ja? Ik wou dat er iets was waardoor er nooit meer onderbuikvet komt. Je bedoelt dat het kleine stukje vet... Elke onder je keer naastiel. als je getraind bent... als je ook maar één weekje eventjes gewoon vakantie neemt of zo... Is dat erbij komt onder is het gestraft voor jouw gevoel, hè? Ja, dat, en dan komt het zo over je zwembroekje of iets anders. En dan denk je, nee. Ja. Ik, ik kan praten over twee centimeter, of sorry, misschien nog een minder, een, een mini, mini meters schaaf van mijn neus. Huh. Jij bent best wel van hè, voeding en, 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 en hoeveel massa aan spieren, etcetera. Maar ik vind dat jij ook best wel, want uiterlijk is niet alleen maar plastische chirurgie of een, 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 een permanent in je haar of een blush. Uiterlijk is ook kleding. Want jij kan daar wel echt bezig mee zijn. Jij bent sinds de laatste paar jaren... langer bezig met jezelf klaarmaken dan ik. Tot irri grote irritatie aan toe. Want je roept altijd, we moeten op tijd naar huis. Maar jij bent degene waar we altijd laat komen. Dan moet je eerlijk... De weet je, weet je waar... Is dat zo, ja of nee? Nee, vind ik niet. Waarom ben je het dus laatst beneden dan? Omdat ik meer doe. Wat is... Ja, omdat je drie keer kakt. Nee. Maar dat is niet meer doen. N ook, maar ook omdat ik Frenkie Dien... Aankleed en zo. Niet jokken hier. Ik kom naar die andere kant van die tafel. Echt waar. Vrouwen met hormonen, don't mess with it. Je bent zo vaak bezig, nu. Nee? Ik leg Frankies het kleding klaar van tevoren. Ik maak meestal ze eten nog voordat ik, voordat ik iets ga doen. Jij neemt je tijd. En dan ga je lekker rustig even nog de krant lezen op je mobieltje. Even nog poepie doen. En dan ga je op je rustig douchen. En dan hoor ik jou echt heel langzaam douchen. Ik hoor zelfs het zeep langzaam langs het lijf gaan. Ik denk, ik ga nou even vlot door. En dan komt het. Dan gaat die kledingkast open. En dan gaan we een combineren. Het sokje bij het kleurtje in het boordje. Oh, leuk. Oh, Niena zit één fout in. Het moet gestreken worden. Ja, ga, ga er maar ervoor. Maar dat komt ook omdat ik nu op dit moment niet zoveel ruimte in mijn kast heb. Dus ik kan niet zo goed meer. Ik wil heel veel afwisselen. Dus jij hebt me echt geleerd van wrestling. Draag nog niet elke keer dezelfde kleren. Dat klopt. Wissel af. Dus dat probeer ik ook echt. Maar dat neemt tijd in beslag. Maar ik, ik en je doe, wilt er toch goed uitzien? Ik doe wel eens de avond van tevoren mezelf mijn eigen kleding klaarleggen. Wat voor Frankie doe Ja, doe maar ik? jij hebt aanleg om jezelf goed te kleden, gewoon in één seconde. Dat doe je altijd. Dus oké, okay. okay. heel leuk voor jou. Jij geeft, maar ik niet. Je vindt dus dat het bij jou meer energie en tijd kost. omdat het je niet je, je natuur is. Om... Ja, ik vind het ook super irritant. als we op zondag bijvoorbeeld. Naar, zondagochtend naar het bos gaan of zo. En dan loop je erbij alsof we naar kantoor gaan. en drie afspraken hebben met, de, met een of andere fashionstylist. En dan zeg ik: Nienke, doe gewoon een Jongsbroek aan. En geen pies. Ik kom met een Jongsbroek aan, muts. vieze jas. en jij staat ernaast alsof je. Ja, maar dus ik is Kijk, ik, snap ik dat doe niet. gewoon comfortabele kleding aan. Wat leuk smoelt. Jij pakt meteen dat huispak. Wat eigenlijk rijp is voor de, voor, de, voor de soep te maken. Iets. Weet ik het. En dat doe je dan aan. En dat kleurt allemaal niet bij elkaar. Dat ik denk nou mijn lief. Ja, maar het is zondag. Zondag houdt in. Het maakt net ook eruit. Zie je. Gewoon ontspannen, chill kleding kan zo zeggen, jij bent wel een uiterst als het op kleding aankomt. Of je hebt zoiets van, boeien, ik ga het bos in. Ik, ik, wil, ik wil helemaal lekker blenden in, in, de, in de modder. Of je gaat er echt voor dat het... Dat je echt een modeshow. Ja, oké. Okay. Maar ik ben dus met kleding. maar ja. jij bent dan weer echt nageltjes doen, kappertje hier, dit, zus zo. Dat, dat, daar kan ik me weer aan irriteren. Dat ik in de agenda zie, volgens mij heb ik nu iets gepland. En ik zie gewoon dat jij... Dus stel je wat Nienke doet, jongens. Ik beheer de agenda van ons. Ik heb weer het idee dat dit verkeerd wordt uitgelegd. Onwaarheden. maar ik ga het toch zeggen. Ik beheer de agenda. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik beheer niet mijn privé-dingen. Nou, het is een gezamenlijke agenda. Nienke zit ook in de agenda. En dan heb ik gewoon een zakelijke afspraak erin gezet. En wat doet Nienke? Denkt ze: oh, ik heb zo goed geregeld dit. Die afspraak loopt tot twee uur. En dan gaat Nienke om kwart over twee de nagels erin zetten. Want dat moet wel lukken. Toch? Nee, nee, zie je mijn vinger? Is het gejokt? Niet? Je, je jokt echt. het. Oh, ik ga vertellen hoe het gaat. Na doe je iedere drie weken zo weer. Kom je ga je terug? Ja? Iedere keer als ik daar ben, maak ik meteen een nieuwe afspraak. Uh -huh. Onze agenda kan best wel tot drie weken vooruit vol zijn. Dus ik pak altijd een ochtend uh -huh. waar ik niks heb. Jij, dat is ook iets dat dit doet, resten jongens. Hij vindt niet haar privé of het nou aankomt op. Met vriendinnen afspreken of, of uiterlijke verzorging, kappen nee. en nagel. Die vind jij minder belangrijk. Dus dan zie je iets, denk je, ja, nee, maar hier kan je beter. En dan zet je hem erin zonder overleg. En dan denk ik liever, is het helemaal, is het helemaal een systeem waarom we iedere drie weken die nagels doen. Want als we er weer te lang wachten, is die uitgroei weer te veel, breken ze af. En je gaat helemaal in mijn systeem. En Het heeft niet te maken met ik loop voor schut. Ik vind het helemaal niet erg een beetje uitgroei. Maar je houdt niet rekening met mijn uiterlijke dingetjes. Maar dus jij, dus jij zegt nu eigenlijk dat die kappersbezoekjes en voor de nagelstudio bezoekjes heel belangrijk zijn. Nee, niet heel belangrijk, maar je moet niet gaan rommelen ermee. En denken, ik zet er gewoon iets op. Want ik, dat is mijn nukken. Ik kijk altijd één dag van tevoren in die agenda. En dan ben ik te laat om een afspraak te verzetten die al drie weken staat. Ja, dat is vervelend. Train jij om er goed uit te zien? Of train jij om een gezonder lijf te hebben? Of hoe is die verhouding? Want het, ik, ik kan me voorstellen dat je het voor beide doet. Als ik naar mezelf kijk. Ik vind het allebei belangrijk. Maar hoe is die verhouding? Hoe, 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 hoe zijn die percentages verdeeld? Um, nu ik ouder word, um, train ik om er goed uit te zien. En gezond worden is daar het resultaat van. Ja, het is harde cijfers, wil ik zien. Hoorden. Worden. In wat voor cijfer? Nou, zeg je van nee, het is 50-50. Of zeg je nee, ik vind het veel belangrijker. Nee, nee, nee. Want ik begon met een uitleg. Toen ik jonger was, sportte ik echt gewoon. Je vond het gewoon zo leuk. En nu nog, je vond het echt leuk. Daarom was je aan het sporten. Dat je blokjes had. Ja, gewoon. En dan de rest komt vanzelf wel. Maar nu je ouder wordt, train je ook echt. Om er goed uit te zien. En het resultaat van sporten is ook weer dat je gezond bent. Eigenlijk zeg je precies hetzelfde. Een jonger ging het om blokjes en nu ouder om er goed uit te zien. Dus ik hoorde hoe de verhouding ligt. Het is iets meer uiterlijk dan gezondheid. Of zeg je nee. Nee, het is ook wel gezond en ook wel gewoon mentaal. Ja, dat is... je gewoon even een uitlaatklep hebt. Ja. Sport is wel echt lekker. Sport is ook goed voor tussen de oortjes. Ja. Ik voel me gezond, ook als ik niet sport. Dus dat moet ik eerlijk zeggen. Ik voel me dan ook gezond. Ik, ik, ben, ben, <laughs> ik ben tussen mijn oren gelukkig. En dat staat voor gelijk voor mij en gezond. Dat Ik opsta en ik denk, hé, hey, een mooie dag. En het is een mindset. En ik train echt omdat ik zoiets heb van ik voel ik lekker erin mijn vel als ik, als ik meer definities zie in mijn lijf. En ik heb best wel gestruggeld. Dat weet je, dan vond ik mezelf te licht. Dan ging ik ja. extra shakes nemen om aan te komen. Want ik wilde bepaalde vormen in mijn lichaam meer zien. Ja. Dus ik zeg, bij mij is het echt 70, 30. Het verschil zit er maar ook wel in, ook al sport je heel lang niet. Jij blijft er slank en afgetraind uitzien, een soort van. Nou, wel voor, voor de, voor de, voor, hè? zeker wel voor de meeste mensen. Als ik niet sport en niet op mijn eten let, dan kan ik aankomen. Nee, en dat, dat, dat wel gebeurt. op een manier dat mensen zeggen van... Hé, hey, je bent aangekomen. Bij jou zou je dit niet hebben. Ja, ja je kan lachen, maar nee, het is ik, wel zo. Het is zo. We hebben een andere... Uh, Stofwisseling. Zeker. Jij, ja. jij kan kijken naar chips en het gaat mis. <laughs> ik eet die drie zakken op en er gebeurt niks. Nee, precies. Dus dat is ook wel het verschil. Hè? Jij hoeft er heel weinig voor te doen om die strakke buik te krijgen. Nee, maar jij... Kijk, dat is dus mooi. Jij let altijd heel erg op mijn buik. Maar ik kijk naar de celluliet op mijn billen en mijn benen. Want als ik mezelf zie rennen in een video, denk ik... Nou, er, er gebeurt heel veel. Er beweegt heel, heel veel. Het is helemaal zo'n golf, zo'n klot, klots. Maar jij kijkt is, alleen maar ja, naar die buik. Ja, als, die, als je ligt... Nee, ook. ik kijk niet naar... Ik zie dat ook wel. <laughs> ik zie het ook wel ik denk zo niet nee 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 echt niet ik zie het wel maar ik denk ja dat is toch gewoon ja hoort is... er een beetje bij maar in ieder geval ik ben heel erg nieuwsgierig naar de volgende item wat jij hebt meegenomen in de podcast dus schat wat heb jij deze week meegenomen voor in de podcast de podcast ja waar wij iedere week een item meenemen met een persoonlijk verhaal en waarom de podcast ja wat doe je in de podcast iets wat kan groeien hè nou ja dit, dit heeft dan een tijdje gegroeid, want ik heb dit item eigenlijk best wel lang. Ik pak hem er even bij. Lekker hoe je dat uitlegt, trouwens. Het valt wel nu na zoveel weken uit elkaar, de podcast. Het is heel zuur, even jammer. Maar wat zeggen ze altijd? Het zijn maar spullen. Ik hou ervan, want ik zie gewoon al wat dit is. En ik hou van wat ik zie. Jij houdt hiervan, wat je ziet? Oh nee, dit is... Oh nee, nee, helemaal niet. Ik wat dacht het. jij dat dit was? Ik dacht een of ander uh, lingerie resetje? Nee, nee. Okay. Nou, moet ik zeggen... Het is een corset. En dit wordt ook wel gedragen om ja, spannende outfitjes te creëren. Dat ben ik met je eens. Spannende looks te creëren. Maar daarvoor had ik hem niet gekocht. Nee, nee. Ik was net bevallen. Waarom heb ik dit meegenomen? Omdat toen ik net bevallen was. Uh -huh. um, was ik. Wel zo van, nou, ik ben er fit in gegaan. Ik sportte, ik lette heel erg op mijn eten. En ik had zoiets van, en ik wilde zo fit mogelijk uitkomen en ook zo snel mogelijk. Frankie Dien is geboren in september. Ik wist bij mezelf, nou lekker, we zijn al de zomer voorbij. We gaan nu nee, naar de kerst en dan in het voorjaar ben ik weer helemaal on point. Maar in mijn gedachten, want toen waren die korte t-shirts, die hoge leggings met die korte t-shirts waren helemaal hip. Helemaal hip en happening. En ik dacht bij mezelf, dat wil ik wel aan met kerst. Normaal denk je aan kooltruien, maar nee, Nienke dacht aan korte t-shirts. Dus ik heb toen dit gekocht, een corset, om eigenlijk gewoon mijn buik weer helemaal in te snoeren. En dan gewoon iedere dag een paar uur hiermee te lopen. En jij verklaart een beetje voor gek, want met een corset zit je niet lekker. Ik, maar ik kan me niet herinneren. Die balijnen, die, 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 die pinnen, die, die, zitten, die steken eigenlijk helemaal vervelend in je huidje. Eigenlijk is het eigenlijk een staan item. Maar ja, je zit ook wel eens in je leven. Geloof me. Als je net bevallen bent, zit je meer dan dat je staat. En um, ik was gewoon best wel bezig met terug in vorm, terug in vorm, terug in vorm. Want wat zeggen ze nou in veel culturen ook? Indische mensen doen het, Surinaamse mensen doen het ook. Je buik inbinden. Zodat alle organen weer op de juiste plek gaan. Want ik kan jou vertellen... Niemand durft nu precies aan te wijzen waar mijn darmen zitten. Het is dus ergens gewoon. Dus die baby die doet, gewoon, doet alles aan de kant. Ja. En zo'n corset drukt het weer terug. En ik dacht bij mezelf, weer dat, dat gevalletje. Dat je schaamt je een beetje dat het per se uiterlijk moet gaan. Maar ik dacht, oh, dat is goed, toch? Voor organen, toch? Dat is het toch voor de organen? Maar ik dacht bij mezelf, ja, organen. Je bedoelt taille, taillelijn. En ik snoerde mezelf helemaal in, jongen. Maar denk jij nu, terugkijkend op de periode, dat één, was het nodig? En twee, heeft het geholpen? Het heeft zeker geholpen, want ik ging ook natuurlijk foto's maken voor en na. Ik ging ook wel meten. Maar kwam dat niet dan gewoon door de tijd? Is het niet gewoon.? Die trekt ook weer terug. Ja, klopt. En heeft, heeft het corset nou echt meegeholpen? Of was het gewoon meer van dat je ongeduldig was? Maar uiteindelijk bleek het gewoon. wees nou even geduldig. Dan komt het dan zelf wel goed. Ik denk dat ik ongeduldig was en dat dit hielp, want in mijn. In bovenkamer leek het nog sneller te gaan mm -hmm. en ik gaf borstvoeding en ik lette heel goed om eten. Toen dacht ik, yes, ik ga weer terug naar mijn eigen vorm. Wat ik wel pijnlijk vond, is dat je huidje blijft altijd een beetje losser. Dus als je dan je handen zo op je buik doet en je duwt een beetje zo huid naar je navel toe, dan komt het wel. Het wordt een beetje zo'n rozijnenhuidje. Is het zo? Wie duwt zijn huid zo? Niemand. Maar toch, je checkt het wel. Maar ja, ja is het nu nog steeds iets minder? Maar. Heb, je dat, heb jij dat? Nu, nu staat het mega strak. Maar ja. de, als het teruggaat weer, zeker de eerste periode, kan je huidje wel een beetje aanvoelen als zo'n elastiekje die je veel te lang om een uh, paardensaart hebt gedragen. Ja, uitgelubberd. Oh. Kan je nagaan hoe jij er naar kijkt? Dat is mij nooit opgevallen? Nee, maar jij zag ook helemaal niet dat mijn borst. Tenminste, of je jokte dat je dat, je, dat, je dat deed. Maar jij zag ook wel dat mijn borsten heel anders waren, toch? Maar jij dat zag ik wel. Maar ik ga daar. Ik, ik ben dan echt. Ik snap dat ik soms echt lomp kan zijn. En dingen zeggen die helemaal niet gezegd hoeven te worden. Maar ik weet wel. Da dat, zou ik nev dat, dat is echt gewoon voor mij iets wat ik nooit zou benoemen. Ja, daar wil ik straks dat nog wel even ja, op terugkomen. Maar wat heb jij meegenomen? Ja, wat ik heb meegenomen. Jij ja, zag het al aankomen en, ja, en jij zei meteen tegen mij: van, ja, Wat heb je nou weer meegenomen? Als ik het uitleg, ben ik benieuwd of je dan snapt wat ik bedoel. Ik heb namelijk een zonnebril meegenomen. En um, het gaat niet per se specifiek om deze zonnebril, maar het gaat wel om het item, een zonnebril. Ja. Een zonnebril aan de ene kant staat bij mij dat als je een keer niet echt. Lekker voelt of je vindt dat je er niet echt goed uitziet, is een zonnebril wel een item waar je achter je kunt schuilen. Dus dat is het eerste wat bij mij uh, waar een zonnebril voor dient. Je kan ook echt schuilen. Dus voel je, je niet lekker, uh, huil je of iets anders, of ben je gewoon, heb je helemaal geen zin om contact te leggen met mensen, om wat voor reden dan ook. Een zonnebril is een item waar je achter je kunt schuilen. Maar wat nog belangrijker is, ik ben mega jaloers en eigenlijk vind ik het ook super irritant. Te kijken naar mezelf. Jij kan alle zonnebrillen dragen. Ja, ik wist... Ik voelde in één keer... Jij kan op... alle zonnebrillen dragen. Ja, oké. Okay. Ik kan bijna geen zonnebrillen dragen. Je wijst ook met die koker. Of... Ja, maar het is, het, is, het is gevoelig. Als wij naar de zonnebrillenwinkel gaan... of we, we, we kunnen wat uitkiezen... of we, we, we zien wat leuks... Jij... Het maakt niet uit wat je op je hoofd doet. Het past. Ik doe ze op mijn hoofd. Het staat niet. Niet allemaal. Nee. Nienke, het, zonnebrillen staan mij niet. Dat nee, kunnen we wel stellen. We, hebben, we vinden toch altijd eentje die net wel kan. Ja, maar niet veel. Klopt. Nou, dat is echt wel iets. En dan kijk ik naar mezelf. Denk ik, ja, mijn neus of zo. Of mijn gezicht. Of Vra mijn hoofd is te groot. Of... Ik vraag me ook, dat het, wat is het? Soms ik naar je wangen. Zijn ze te rond? Is het je mond? Ja, dus... of is mijn hoofd te breed of zo? Ik durf. Nou, net, net als wat jij nu zegt over die borst, ik zeg al niet te veel in zo'n zo zonnebrillenzaak. Ik ben altijd heel rustig op zo'n poef zitten. En ik denk, ik laat je eerst even zelf een beetje stiegelen. En dan als je echt enthousiast bent. Want weet je wat het is? Ik zie namelijk altijd vrienden, kennissen met mooie brilletjes op in de zomer. En denk ik, wauw, wat een mooie montuur, dat wil ik ook. En dan gaat hij bij mij op. Dan maak je je wel zo professor. Ja, het ziet er heel gek uit. Ja. Hoe kan het toch? Wist je nog dat het pilotenmodel pilote was in en jij wilde. Nou, maakt niet uit van nou. dat het merk. Het zag eruit. Nou, maar dat, vind, dat, dat is echt voor mij dat ik denk. Als ik dan iets zou mogen veranderen, ook echt aan mijn uiterlijk. Ik zou willen dat ik een zonnebril op, op had. Maar, maar weet je. Eerlijk, 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 als je op een festival bent of zo. Soms zie je, je vrouwen met zonnebril op. Zijn ze echt zo mooi. Doe zonnebril af, denk je, oh, huh? Nou, oh, uh, dat vind ik wel echt een groot verschil. Doe maar weer op. Maar dit is dat dus dan is vind ik gewoon toch, men... top. Dus dan is het toch goed juist dat jij niet alle zonnebrillen kan hebben? Want je, want... Nee, maar gewoon om aan te geven: gewoon mensen die hebben echt zo'n hoofd. En als ze hem opdoen, is het gewoon plus tien. Ze hebben een brillenhoofd. Maar ja. ik, jij zegt net: je doet ze ook zonnebril wel zonnebril op soms om. Hè? Ja. Even afschermen of je hebt je dag niet. Weet je wanneer ik altijd een zonnebril op had op zondagochtend als ik brood ging halen met Jennifer? Als we uit waren geweest, nou, dan was je blij dat er een zonnebril bestond. En het regende en het was grauw weer. De zonnebril ging op. Heerlijk. Lekker in je eigen wereld. Je hoeft geen contact te leggen met niemand. Niemand hoeft te zien hoe je ogen op half ja. elf hangen. Precies. Nou, ik, ik, ja, ik, ik wist al dat je me deze... Maar nu ik deze uitleg heb gegeven, ja. je snapt waar ik vandaan kom, ja. toch? ik zou niet weten wat er veranderd kan worden aan jouw gezicht. Welke arts gaat zeggen, oh, dan moeten we dit indeuken of dat uitrekken. Ik weet niet of het mogelijk is. Wij moeten gewoon wat langer de tijd nemen altijd bij de zonnebrillen. Ja. ja. Uiterlijk is toch wel iets waarop we mensen beoordelen? Onbewust zeker, ja. Ja, hè? Hoe kijk jij naar andere mensen hun uiterlijk? Uh, ik, ik weet van mezelf dat ik... Ben, nou, dat zeg jij wel eens. Ik ben een echte observeerder. Ik vind soms dat ik staar naar mensen, maar ik vind het heel interessant of fijn, lekker om mensen uitvoerig te bestuderen. Uiterlijk, maar ook kleding, hoe ze zich bewegen, lichaamshouding. Ik vind dat ik... Nou, echt. Vind ik heel fascinerend. Ik merk aan mezelf dat ik... Dat vind ik fijn om te doen. En ik merk dat het bij een ander ook blijdschap. Uh, 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 ja, je wordt enthousiast van. Als ik mijn gesprek met iemand heb. of het nou is met een collega, met jou. Mm -hmm. en een, iemand die heel dicht bij me staat. of die ik net spreek na een voorstelling. Dus een wild vreemde voor mij. Ik probeer altijd. als ik echt oprecht iets zie wat ik leuk vind. al is het de haarkleur. al is het de wimpers. al is het mooie schoenen. Ik probeer dan. als het, als het oprecht ook uit me komt. ik probeer altijd complimenten te geven. Want hoe leuk is het altijd om iemand. Even iets te zeggen over. Oh, wat zie je Het leuke schoenen aan. Of nou, jij hebt altijd leuke sokken aan. Dat probeer ik altijd. Ah, wat heb je weer leuke sokken aan vandaag? Is het toch leuk? Je krijgt altijd zo'n gevoeletje van. Ah, thanks man. Ja, was, had ik zelf ook al vanochtend. Zeker. Ik vind um, iemand comp complimenteren. Of het nou iets is waar diegene mee geboren is. Lange wimpers. Of omdat hij zijn haar leuk heeft gedaan. Ik probeer het altijd te doen. Want ik merk dat we allemaal zijn we. Zonder dat we het willen. Veel meer gericht op uiterlijk. Van onszelf en van anderen. Laten we het dan ook benoemen. Laten we het dan ook maar zeggen. En dat doen we, vind ik, echt te weinig. Denk je dat we onbewust alleen maar met mensen omgaan die we knap vinden? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je wel onbewust naar mensen toetrekt als je in de club staat. He? Of je nou single bent of niet. Of, of per flirt, of gewoon dat je een praatje maakt bij het toilet. Ik denk wel, als jij, als jij zelf iemand mooi vindt, mhm. of aantrekkelijk, of he? goed eruit vindt zien... dat je wat open, sneller open bent. Dat geloof ik wel. Als iemand naar je toe komt waarvan jij diegene misschien... Smoezerig eruit vindt zien of dat is niet jouw type en dat je dan toch een beetje gesloten bent. Ik denk dat je dat onbewust doet met wil je niet. Dat is eigenlijk gewoon een beetje gemeen. Iemand die een uiterlijk heeft wat niet matcht met wat jij mooi vindt, kan nog net zo goed een leuke persoon zijn. Oké, maar dat is, dat is, dat is dan de, de omgeving als het gaat om het uitgaan. Maar denk je dan niet dat je... Nee, kan ook iemand zijn bij de slager. Ja, maar een andere vraag. Een, een die vraag net even anders stellen. Um, stel dat jij um, um, een aantal sollicitanten hebt. Um, en, 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 die, en er zijn een aantal sollicitanten dat zullen, zouden ook wel mensen kunnen zijn waar je op zou kunnen vallen of waar je je eventueel uh, aangetrokken tot zou kunnen mm -hmm, voelen mm -hmm, mm -hmm. denk je dat die, pers die mensen een eerder kans maken om aangenomen te worden? 100% ja, ik ben ervan overtuigd dat mensen die uh, een ja. meer symmetrisch gezicht hebben of wat ook de, de pijlen de, de, de key dingen zijn wat een wat mooi uiterlijk Defineert, mm -hmm. ja, die hebben andere kansen in het leven. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ik vind het oneerlijk, maar het is wel zo. Ik vind uh, dat het tijd is om uh, door te gaan naar de fun facts. Let's talk about facts. All right. Maar wist jij ook dat mooie mensen. verdienen 5% meer per uur. dan hun collega's? Ja, ik vind het heel discutabel, dit, wat je nu zegt. Ja, want, want dan moeten we eerst gaan bepalen wat is mooi, wat is lelijk. Um, en dan moeten we gaan. Ja, nee. Ja, nu, nu stel je de vraag: zal er dan iemand op die salarisadministratie zetten? Oké, okay, Freek. En we kijken naar het hoofd, jongens. We gaan stemmen. Kunnen we erop? Ja of nee, nee? Nee, maar dat, dat gaat al veel eerder. Dat gaat gewoon om de personen die die mensen aannemen. Iemand die knap is. En die zit dan voor die persoon. Die kan eerder het salaris krijgen die ze die willen. Heeft dan iemand veel die een sterker niet onderhandelingspositie. Juist, daar richt het aan. Ja, precies. Maar dan. Ja. Dus jij zegt: hoe, hoe kan dat dan? Is discutabel. Het is niet discutabel als de werkgever, de persoon die op zoek is naar iemand. Jou mooi vindt. Oh, jij bent een goede kop. En jij gaat in, in, uh, in onderhandeling. Zal diegene denken: ja, je hebt ook een goede punten. En je hebt een mooie, mooie visie. En je past goed bij de job. En ik vind je helemaal leuk. Dus snap je wat ik bedoel? Dus mm. het, is, het is waarschijnlijk ook net hoe die werkgever. of die persoon die in onderhandeling is. of die met jou het gesprek heeft gevoerd. Vindt diegene jou mooi of niet? Ja, heel oneerlijk vind ik het allemaal. Volgende: Een studie van Cornell University heeft aangetoond dat aantrekkelijke beklaagden vaker onschuldig worden bevonden dan mensen met een minder aantrekkelijk uiterlijk. Dit is precies weer hetzelfde. Dus lelijke mensen trekken weer aan het kortste eind. Dus wacht even. Knappe mensen verdienen meer geld. Knappe mensen gaan minder vaak naar de gevangenis. Ze krijgen kortere straffen. Of kortere straffen. Ja. Kunnen ze sneller weer aan de bak, meer geld verdienen. Ja, het is echt wat een kromme wereld. Wauw. Ja. Maar die doet nu, nu net... Maar een, even... Uh, je verbaast? Tot welke groep behoren wij? De lelijke of de knappers? Nee, maar dat is het... Hoe zie je jezelf... Dat is echt een ding. Want ik zie mezelf als een mooi persoon. En dan kunnen nu mensen aan de andere kant van de lijn of het scherm denken... ja, maar je bent dat ook. Maar er zullen ook mensen denken... ja dat, oh, dat lelijke, drukke viswijf met die paardenbek. Dus het is toch heel erg... Je, ja. dat, dat is toch heel erg ook persoonlijk. Ja. Oké, okay, volgende. Volgende. Um, de Braziliaan Rodrigo Alves, hij is 32... heeft ruim 383... Oh, zeg ik het goed? Ja, 383.000. Duizend. Ik, ik, ik was helemaal in shock. Nog zo'n nul erbij. Euro uitgegeven aan in totaal 42 cosmetische operaties om op ken van Barbie te lijken. Ik heb deze gozer wel eens gezien op een foto. Het lijkt niet nie op ken. Gaan we dat voorop stellen. En ik denk ook dat er geen niemand is, zeker ook Barbie is, die het op hem kan met hem. We hebben, we hebben, we hebben tijdens deze, deze uitzending hebben we, of tijdens deze podcast hebben we gebeld met uh, de plastic chirurg die jouw borst heeft gedaan. Mm -hmm. Hij legt er haarlijn uit dat er ook gewoon een soort van ethisch stuk is. waarin je gewoon dit, dit geen ingrepen meer wilt doen bij iemand. Valt deze persoon niet onder. in die categorie? De, deze heeft psychische problemen. Ja, maar ook gewoon dat er gewoon geen arts moet zijn. die hem meer gaat helpen. Ja, want ik denk wel dat hij 42 behandelingen. bij verschillende artsen is geweest. Ja, maar dat maakt niet. Uit. Hij moet nee. toch ergens binnenlopen. en zeggen: Ik wil dit gaan doen. terwijl hij er al uitziet als een opgeblazen ballon. Ja. Hey. Dan, dan denk ik toch dat kan. Dan, dan moet er toch een arts zijn die zegt: nee, dat doen we niet meer. En nu is het genoeg. Toch? Dus ik snap dat hij bij verschillende doet. Maar ergens moeten er toch een arts. moeten die artsen zeggen: hey. nee. Misschien, misschien is er wel eens een arts geweest. gewoon puur om te kijken. omdat het zo'n zo mindfuck is bij hem. Hij wil zo graag. Hè, het zit zo tussen zijn oren. Die heeft hem, ge, hè, die heeft hem onder zeil gebracht. Heeft niks gedaan. Hij heeft gewoon een verbandje omheen gedaan. En hem weer laten bijkomen. Dit is een nieuwe neus. Ik zweer het. Hij zal, het, hij zal denken: oh, mooi. Deze mensen ze willen gewoon. Die hebben het idee dat het telkens beter. Ze zien het zelf niet eens mis. Denk je? Weet je dat dat wel een heel goed experiment zou zijn? Oh, dat zou, zijn wel, niets, ja? dat zou wel cool zijn, hè? Ik ben dan heel benieuwd of ze dat dan zien of niet. Ik denk dat het is. Het is placebo noemen we dat toch? Ja, als het gaat om medicatie. Ja, oké. Ja, oké, okay, nou. okay, volgende punt. Volgende punt. We zijn. Wist jij, schat, dat wij automatisch terughoudender zijn bij mensen met een misvorming? Ja, dat vind ik ook heel schandalig. Ik ben daar schuldig aan. Ben en nee, je... niet terughoudend? Nou, um, het ligt eraan wat voor misvorming? Ik, heel eerlijk, hè, ik, weet, ik weet dat dit is echt niet dat ik zeg, oh, hier ben ik heel trots op of zo. Um, ja. Ik, iemand die... Ik ben die, heel benieuwd hoe je dit uh, gaat uitleggen. Uh, uh, ja, iemand bijvoorbeeld die een stompje... Nee, niet terughoudend, maar het is altijd even dat je... Onbewust heb je volgens mij wat er gebeurt met je... Dus joren je heb je... Ah, hoe komt dit? Ja. Uh, jeetje. Uh, Gaat het goed met je? Er zijn al dat dingen die. Maar die... Nou, niet gaat het goed met je, maar wel dat je. Dat, je hebt gewoon echt de gedachte. Je staat erbij stil. Van, oh ja. Ja, maar ik, ik heb ook altijd meteen vragen van. Oh, hoe gaat het met jou dan als je gaat daten? En, want ik ik reageer zo al. Dan. Je gaat, er gebeurt meteen heel veel. Die radertjes gaan ja. meteen. Dat, dat merk ik. Maar het is nou niet zo dat ik, uh, dat ik dan denk. Oh, met jou kan ik geen vrienden worden of zo. Dat niet, hè? Nee, en ik doe net zo leuk. Alleen je, hebt je, 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 je proces en wat er gebeurt. Dus je oren is altijd Precies. anders. Ja. Ja. ja, volgende feitje. Volgende. We zijn. Oh sorry. We vinden onszelf knapper in de spiegel dan wanneer we onszelf op een foto zien. Ja, dat is 100%. Zo. Dat, dat die geloof ik. Nou, niet 100%, kan niet, maar. Ik was daar even van onder de... Ik begreep het niet helemaal. Nou, je hebt het net er zelf over gehad. Je hebt jezelf gezien op beeld toen je begon met vloggen. En toen dacht je, oh, is dit wat de mensen zien? Ja, maar dat is bewegend beeld. Maakt niet uit. Dat is dan hoe, wij, hoe jij jezelf ziet. Oh, en ja. hoe jij jezelf zag voordat je op beeld kwam, was een heel ander beeld dan wat je zag. Op je beeldscherm. Want ja, het komt in de spiegel, trek je ook altijd een beetje van hoofd. Maar altijd... dus, ja. dus deze, dit feitje klopt dan toch? Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Maar vind jij dat ook? Zeker. Van jezelf? Zeker. Ja, ja, ik denk dat heel veel mensen lijden aan dit, uh, aan, aan, deze, aan, aan, aan dit ding. Weet jij ook je mooie kant? Nee, dat doe ik niet. Maar heb jij een voor je gevoel dat je. Zin... Ik vind sowieso dat ik niet mooi ben op foto's. Nou, wat is het voor iets raars? Nou, dat vind ik dus. Vind je, maar... ja, ik, vind niet, ik vind niet dat ik per se foto's ben. Dat vind ik van jou wel. Oké, okay, dus jij bent, bent ook niet bewust bezig met een linker of een rechterkant? Nee, 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 nee. Oh, nee. Ik weet het wel. Ik vind mijn linkerkant waarom denk ik, dat ik hier zit. Meen je dat nou echt? Ik ben helemaal bloedje serieus. Ja. Ga je nou echt serieus daar zitten vanwege. Omdat... Het kwam toevallig zo uit. Het was ook zo verdeeld. Maar ik zei niet meteen, oeh, op de andere kant. Want nee, ik dacht bij mezelf, perfect. Dit, dit, alles valt precies. Oké, okay, en wat vind je dan niet mooi aan de rechterkant? Het is ook, het is, mensen zouden een linkerkant ook een beter gezicht hebben qua verhouding. Ik weet niet hoe het kan. Ik wil gewoon bij jou weten, schat. Wat ik mooier vind, nou aan die kant vind ik mijn neus mooier. Nee, wat vind je niet mooi aan je rechterkant? Oh, dan vind ik mijn neus niet mooi, minder mooi. Oké. Okay. Hij is dan die kant van mijn gevoel meer hakerig en deze kant is hij meer recht. Laatste feitje: um, Wist jij dat mensen onbewust zich aangetrokken voelen uh, naar iemand anders? die dus niet dezelfde, maar die overeenkomst hebben met hun eigen uiterlijk. Ja. Dus uh, wat ze een keer getest hebben, uh, jij, tien vrouwen, keken ze naar jouw gezicht en jouw gezicht hebben de afstand van je neus, dan je ogen en je mond en je kin. Dat hebben allemaal bepaalde hè, te maken met hoe je gezicht in elkaar zit. Vrouwdingen? Dan keken nee, niet vrouwen dingen. Dan keken ze gewoon oh. welk gezicht met jouw gezicht het meest matchte, qua ja. overeenkomsten. En ieder, dat hebben ze gedaan met meerdere mensen. Dus ze wisten voorhand al: deze persoon loopt naar. Die persoon toe of die wijst die persoon aan, van die vind ik het meest knap. We, we wijzen de mensen aan, of we hebben die aantrekking, als we iets van onszelf erin herkennen. Ja, ik had dat gezien. Dus wie, wie vandaar dat ik, anders had ik het ook niet geweten hoor, maar ik heb dit een keer gezien inderdaad. Dat je heel erg to toetrekt naar mensen die op jou lijken. Ja, nou, ik heb heel vaak naar jou gekeken toen. Wat, wat zie ik dan? Maar wij hebben dus waarschijnlijk de, de afstand van onze ogen, onze wenkbrauwen, onze neus, lippen. Ja. Het is dus ook gewoon, je bent grappig, dat is het vooral. Oh, ik heb je er echt, ik heb je met een grapje naar binnen gehengeld. Nou, het belangrijkste in een relatie is lachen. Dat is Dat, zeker dat doen we wel. Zeker. Ik heb je niet, ik? Voor, je, ik heb je niet voor de looks genomen. <laughs> dat is later gekomen. Ja. Je hebt wel een lange adem voor iemand die al zo, zo lang bij mij is. Snap je nou hoe bikkelijk ik ben? Dus even een beetje meer respect voor mij, graag. <lacht> <lacht> dat waren de feitjes, schat. Maar ik heb toch nog even iets waarover ik jouw mening wil horen. Of eigenlijk hoe jij erover denkt. Mm -hmm. Als jij uh, jezelf aan het filmen bent, hè? Draai jij wel eens iets opnieuw of doe je wel eens iets opnieuw omdat je vindt dat je er niet mooi uitkwam of een mooi beeld was? Ik heb nog nooit iets gedraaid dat ik mezelf niet mooi beeld vind, vond. Ik heb wel eens een keer iets opnieuw gedraaid omdat ik dacht, ja, loop ik net niet goed het beeld in of al het licht is overbelicht, ik ga me eens kloten met dat licht. Of doe je ik... uiterlijk. Nee, 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 maar liever, ik, ik viel mezelf net wakker met een badjas aan en de strom nog in mijn ogen. Dus nee, dat doe ik niet. Klopt. Dat weet jij. Maar wel met foto's. Als we, ja, dat, dat nu heb. Ik heb het echt heel lang niet meer meegemaakt. Als jij foto's maakt. Maar ik weet wel toen we pas begonnen, was jij wel erg Met die foto's, kon je dus zo een reeks van twintig maken en dan de beste eruit kiezen. Ja, maar dan was het wel. Dat, dat, bij mij waren foto's altijd in combinatie met captions. Dus het moest wel precies spot on kloppen. Anders was de grap eronder niet. Uh... Voor de mensen die niet begrijpen wat captions zijn. Captions is de beschrijving onder een post ja. die je doet uh, stukje, op Instagram. Een stukje tekst. Ja. Nee, dus dan moet het wel goed zijn. Als ik bijvoorbeeld een grapje maakte over mijn gebit, Ja, dan wil ik wel dat, de, de, dat die lach zo is dat het ook meest logisch is. Ja. Snap je? Ja. Nee, ik, ik kan me minder druk maken over hoe uh, je hebt wel eens van die, van die, van die eh, groepsfoto's. En dan eh, kijken, kijken. Dan moeten we allemaal kijken. En dan kijk je als is naar je eigen hoofd. Hoe sta ik er zelf op? En dan, oh, deze is leuk. Heeft diegene alleen maar gekeken naar zijn eigen kanus, niet naar de rest. Sommigen hebben ogen dicht. Staan de andere kant op te kijken. Kijk eens naar. Alleen maar naar Ik ]zelf. vind het altijd zo'n gedoe. Ik zeg: dus Kies jullie maar uit. Zitten er acht mensen te bepalen welke foto het wordt? En niemand zit het beste op die foto. Oh, dat, ik vind het zo vermoeiend. Maar nu we het toch over foto's hebben. <laughs> wat, is, wat, 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 wat is onze inbreng in dit geheel? Want wij, jij zeker, bent heel actief op social media. Hè? Met zo'n groot account of accounts. Wat, hoe, hoe zie jij jouw... Waar zit jouw verantwoordelijkheid? Wat doe jij op social media? Ja, dat vind ik dus best een moeilijke vraag. Waarom? Ik vind wat ik al eerder aangaf: op het moment dat je, ja, je bent publiekelijk persoon of je hebt een account met zoveel duizend volgers, dan krijg je de stempel voorbeeldfunctie. Mm -hmm. Dan heb je heel veel verschillende meningen. Wat is dan een goed, goede voorbeeldfunctie? Dan kan ik zelf ook een beetje. waarom uh, moet ik dan wel dit laten zien? Moet ik dan niet dit zeggen? Is dit dan weer te grof? Mag dit dan wel? O, niet alle moeders zouden dit doen zoals ik? Dat is moeilijk. Mm -hmm. Je kan niet een perfect voorbeeldfunctie geven, want die bestaat niet, want ik kan niet iedereen bekoren. Daar ben ik wel achter gekomen. Ik heb wel wat een liedje gemaakt waarin ik zeg: uh, jij bent zo mooi. Hè? Ja, zo mooi heet het. Uh, knap zijn is niets meer dan blij zijn met jezelf, is een zinnetje. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste om uit te dragen als voorbeeld hè? naar meiden en jongens, mannen en vrouwen. Als jij je goed erover voelt, ergens over voelt, of het nou is met een bepaalde maat dat shirt aandoen of wel je neus afschaven. Dan is dat het belangrijkste. Maar hou jij bij het maken van je foto's... rekening met de dingen aan je lichaam die je niet mooi vindt? En zorg je dat die dan minder goed in beeld komen? Nee, want ik, nou, dat, ik ik, durf eerlijk te zeggen... knieschrijven, die zal ik niet zo snel dan... Nou, maar ik maak ook grapjes over mijn knieschrijven. Ja, maar je maakt er grapjes over... maar komen ze dan ook bewust niet in beeld? Of breng je ze wel in beeld en kan het je niet zoveel schelen? Ja, dat laatste. Kan me dan minder goed schelen. Het... Dus eigenlijk wat jij doet, is een trucje. Jij, jij doet... Eigenlijk is het gewoon een trucje die je uitvoert. Je zorgt ervoor... Dat je het luchtig voor jezelf maakt. Je Juist. maakt de grapjes over, over jouw onzekerheden. Of de dingen die je niet mooi vindt aan jezelf. Mm -hmm. Waardoor het helemaal geen lading heeft. En dan kan je het ook gewoon brengen zoals het is. Juist. Maar ik ben me wel van bewust dat op het moment. Ik heb weinig commentaar gekregen toen ik bijvoorbeeld mijn borsten ging vergroten. Uh, heel veel vrouwen zullen zich erin herkennen. of het nou te maken heeft met borstvoeding. of gewoon meiden die onzeker zijn over de cupmaat die ze gekregen hebben. Mm -hmm. Van de natuur. Ik heb maar één of twee opmerkingen gehad. Dit doe je puur voor de aandacht. Nou, toen moest ik natuurlijk weer met. De... Kom, kom, ja, kom het op en nee, ik doe het om, om mijn BH te vullen. Ik vond dat echt moeilijk. En al was het maar één persoon tussen al die positieve vrouwen, of mannen, die zeiden van goed dat je voor jezelf kiest. Ja. Vond ik toch lastig, want ik dacht, zie je, je kan het toch nooit helemaal goed doen. Dus ik moet het ook maar loslaten dat ik dat zogenaamd een voorbeeldfunctie heb. Want voor, 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 ik kan niet voor iedereen dat perfecte voorbeeld zijn, dat weet ik wel. Maar ik probeer heel duidelijk uh, uit te dragen dat je um, blij gezond zijn, dus je oren blij zijn met jezelf, ook een mindset is. Ja. Want, want ik kan het ook zeggen op het moment dat ik net wakker ben en het ziet er echt allemaal nog niet zo gezellig uit. Ja, ik vind je altijd mooi. Ook als je wakker wordt, vind ik je gewoon mooi. Dus dat, dat vind ik wel gewoon. Dankjewel. Maar het is. Ik, maar ik kan toch wel stellen dat als jij. Um, promotie gaat doen op Insta of andere social media platforms over uh, het Botox doen. ik denk dat dat wel te ver gaat. Tenminste, dat vind ik. Ik vind dat iedereen dat mag doen, maar ik vind niet dat je, dan, dat, je, dat, dat, je dat moet gaan promoten. En dat je dan uh, die following die je hebt, maar moet laten zien dat dat gewoon normaal, normaal is. is. Want ik, ik. Ja, ik weet dat mensen heel veel mensen doen. Maar doe het maar gewoon. Maar ik vind niet dat je daarmee als nou, persoon met zo'n grote following daar ook mee te, moet gaan marketen ofzo. Ja, wat je eigenlijk zegt is dat um, sommige dingen hoef je niet, hoef je mensen niet. Dat hoeft niet aan te jagen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, toch? Je, nee, sommige dingen vind ik dat je, dat je moet realiseren dat je hele jonge volgers hebt. Um, en die heel gevoelig zijn voor dit soort dingen. en die best wel impulsief handelen. Oh. En, al, en dan denken, oh, Nienke doet het, ik ook. terwijl eigenlijk het helemaal niet nodig is of zo. Ik heb, ik heb een goed voorbeeld om even dit aan te halen. Ik, nou ja, je weet het zelf, toen de gyms open waren en ik was niet zwanger, ik sportte als een gek. En soms liet ik het ook weg in de video's. Omdat ik dacht, nou weer uh, Nienke die een apparaat hangt, moet ik dan in-editen. En dan was het te veel van, ja, van het goede, vond ik. Heb ik wel eens commentaar gekregen: echt meer dan eens. Ja, de, de sport hoef je niet in te doen hoor. Want uh, ik sport zelf toch niet. En ik vind alleen maar uh, ja, het motiveert me ook niet. En ik, ik spoel het door. Heb je dat soort berichten gekregen? Ja, jawel. En dat dat toen, mensen dus gefrustreerd raken of confronteren vonden het jas was sporten. Ik weet niet of het, misschien vonden ze het niet. Ze vonden het niet zo boeiend. Maar laten we het daarop houden. Ik, ik, wat ik las, is ik vind het niet zo boeiend. Want als je iets vertelt, vind ik dat of vermakelijk, of het inspireert me, of het, wat het ook is. Maar jou zien trekken aan een apparaat. Is nou niet dat ik denk: Oeh, nou, dit had, had ik niet willen missen in de video. Dat hoor, dat begreep ik. Maar ik heb ook wel, daar daaronder... kregen die mensen weer discussie met elkaar. Nou, het, het motiveert mij juist, want Nienke sport zoveel, en dan denk ik, nou, als zij het kan met een carrière en een hond en een, en een kind, dan moet ik ook maar de tijd ervoor nemen. Dus je ziet dat je toch niet iedereen aan boord kan hebben met hetgeen. Maar, wat toen je hadden we nog geen hond, hè, volgens mij. Nou, oké, okay, maar even. Maar ik snap wel wat je zegt. Ja, gewoon zo'n druk leven, dan nog de tijd vinden om te sporten. Dat is toch de eeuwige excuus altijd. Ik heb ja. geen tijd en gezin. Mm -hmm. En toen dacht ik wel van, zie je. Ik, je kan het toch niet altijd goed doen. En, en mensen zullen sowieso moeite hebben met wat een ander doet. Of het nou is om je mooi te maken of niet mooi te maken. Of dat je lang dat je bent in je lijf. Wat misschien tien kilo zwaarder is dan dat het moet, zou moeten zijn. Ben je gezond? Gaan mensen weer zeggen: van ja, maar het is niet realistisch. Hoe, wat jij nastreeft, ben je ongezond. Dit is niet een goed voorbeeld voor de kids. Oké, okay, dan we gaan we weg bij het voorbeeldfunctie onderdeel. En dan gaan we nog door naar het laatste. Er is één ding wat ik aan mezelf niet, zou, niet kan veranderen en ook niet wil veranderen: dat is mijn huidskleur. Of de uh, hè? Ja. Is dat, is dat, is dat. Is dat ook een uiterlijk die... Wat betekent jouw jou huidskleur voor jou? Uh, yeah, nou, je als jij vragen. op vakantie nou, gaat ja. en je komt terug, dan voel je altijd gebruind terugkomen. Oh ja. We gaan, ja, zeker. Ik vind het leuk om brons terug te komen. Ik ben heel donker. Ja, als ik op vakantie ga, hoef ik niet nog donkerder terug te komen. Jij ja, zit het liefst in de schaduw onder een parasol. Dan heb je ook nog iets bij donkere mensen. Dat, uh, hoe don uh, Donkere mensen een light skin. Dat, dat, dat verschil heb je altijd. Um, een hele witte mensen die um, vinden altijd dat ze op een melkfles lijken. En als die uh, dan op vakantie gaan, hopen die dat ze een beetje ten krijgen. Is het overal wel iets waardoor mensen of hun huiskleur. Uh, hoe zeg je dat goed? Uh, iets, uh, ja. nou, dat ze dat er ze, dat ze moeite mee hebben dat ze die huidskleur hebben. Ja. Of dat ze die huidkleur precies. Japanners. Zijn het Japanners die met een parasol lopen dat ze niet donker klopt, willen zijn? Klopt, klopt met zo'n parapluutje. Want toch? lichte huid staat voor betere klassen. India ook. India ook. Ja. Oh ja. ja, hoe lichter, hoe, ja. hoe, hoe, hoe meer rijkdom, welvaart ja. toch? Ja. Maar er zijn ook donkere mensen die een hun... kastesysteem. Ja, welvaart natuurlijk ja. dan. Ja. En er zijn ook donkere mensen die hun huid bleken. Nou, dat is echt. Ik snap dat al helemaal niet. Dat is heel slecht voor je. Um, maar ik. ik er is toch een perfect plaatje, waar, waar de een zegt, ja, dat is voor mij dus een donker persoon die stevig in zijn schoenen staat met een aanvrouw die trots op je is. En dan heb je nog eens een perfecte plaatje, het westerse look en een blonde vrouw. En waar heel veel ook ja, donkere meiden naartoe willen streven en die gaan hun haar dan relaxen. En dan... Maar wat is het dan met ons, met, wat is het dan wat, wat mensen hebben dat als. Uh... Nou, misschien ook de vraag aan jou. Jij zegt, ik ben nooit, uh, heb ik daarbij stilgestaan, dat ik mijn huidskleur wilde veranderen, toch? Nee, nooit. Maar als mensen dat tegen jou zeggen, van ja, ik zou wat lichter willen zijn, wat doet het met jou? Wat, wat gebeurt er dan met jou? Nou, weet je, wat, wat het ding is, um, je bent er vaak zelf niet bezig met het uiterlijk, maar het is wel een uiterlijk, uiterlijke kenmerk waar, heel, waar andere mensen mee bezig zijn. Want andere mensen psst, moeten het wel benoemen. snap je? Dus het is veel vaker dat iemand anders zegt, oh, je bent wel heel donker geworden nu. Hè? De... Oh, ik wist niet dat je nog, nog donkerder kon worden, snap je? En dan besef je, oh ja. Ik ben nog donkerder geworden, terwijl jij het eigenlijk niet ziet. Maar als iemand, Zo. haar of zijn huid bleekt. Wat, ja. wat denk jij dan? Wat, 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 wat komt er bij jou voor gevoel? Dan ja, denk ik echt dat iemand echt serieuze identity crisis heeft. Dat denk ik echt. Want? Dat iemand echt serieuze problemen heeft, gewoon echt om, nou ja, als je, als je niet blij bent met hoe je eruit ziet, en dan uh, echt de kern, het gaat om je huidskleur. En dat wilt bleken, nou dan ben je dus niet blij met hoe je eruit ziet en waar je, waar je vandaan komt. Of, wat het ook is. Dus dan moet je echt, dan gaat die dat bleekmiddel gaat je niet helpen. Het is toch bijzonder dat hele witte mensen doen bruine die willen wat donkerder worden. Ja. Sommige donkere mensen, niet allemaal. Ik, ik zeg het eventjes, de gevallen heb je. Die willen weer lichter worden. Mensen in Japan, die willen niet donker worden, want dat, dat, dat zou het binnen helemaal niet matchen met wat, want ik heb een bepaalde klasse. Uh, 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 ja. Vroeger werden donkere mensen met hun volle lippen, werden uitgescholden voor, weet ik veel. je lijkt er hierop en dit, en met je kruis. Dus nu willen alle vrouwen van die, van die dikke lippen lopen. Dikke lippen lopen, snap je? Dikke, uh, um, dikke volgens, billen. Volgens mij is het toch zelfs nu in um, uh, de Aziatische look, als het gaat om... Uh, oog? oog, oog. Nou, wat was het nou met die ogen? Nee, maar dat kijk, moet je even goed uitleggen. Kijk, mensen met Aziatische ogen die vinden dat hun ooglid te strak staat. Hè? Dus dan vinden ze van nee, het moet meer open, meer open. Dus meer zo die amandelvormige oog. Dus dan, uh, dan halen ze dat stukje uh, ja, ooglid weg, hoe precies die ingreep is. Dat is helemaal hip en happening in volgens mij Korea daar. Ah, wat willen we nou? Dus je merkt gewoon, overal op de wereld zien mensen anders eruit. En iedereen streeft daar ook naar het perfecte plaatje, in wat het. Perfecte plaatje is en waar dat dan op lijkt, ja. Ik kan je wel zeggen, ik ben heel blij met hoe ik eruit zie. Ik heb nog nooit gehad dat ik me niet te dat ik dat ik ook maar negatieve gevoelens had of een ander gevoel vanwege mijn huidskleur of zo. Nee, dat snap ik. Daar ben ik heel blij mee. Ik vind ook heel mooi je huidskleur, dat meen ik. Jij ja, ja, toch ook, je bent toch ook blij met jezelf? Zeker. Ja, toch? Ja. Nou, fijn. Jij vindt jezelf mooi. Ik vind mezelf mooi. Ik vind ook dat we een mooi nageslacht uh, hè? op de wereld hebben gezet. Weet je, kom zie, kom zo. Nou, ik vind het eigenlijk goed gelukt. Zeker heel blij. Iedere ouder is verliefd op zijn kind. Maar ik ben heel nieuwsgierig wat hij ervan vindt. Maar wat vindt Frankie Dien hier nou van? Ik vind het zelf aan mijn lichaam en mijn. Er is zo mooi aan mijn buik. Omdat hij is mooi dun en mooie kleur uitkeur. Ik vind alle huidskullen mooi. Ik vind het mooi aan papa dat hij hele mooie kleurtjes heeft. Ik vind het mooi aan mama dat ze heel. Uh, ze is best wel oud en, 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 ziet ze, en ziet ze echt mooi. Gewoon ook gewoon nog steeds eruit en netjes. Niet zo echt als oma, gewoon dat er de lichaam helemaal slap is. Ik vind dat ze er heel jong uitziet. Ik vind sporter belangrijk omdat dan ga je minder snel ziek worden. En sneller doodgaan. Voor de gezondheid en voor de spierballen. Ik vind het mooi als ik juist als mijn vader en moeder gaan trouwen. Mijn favoriete kleren is: juist hier, ik weet toch wel. Met die capuchon met helemaal schrijf, grijs. En dan zit er ook zwart en groen. En andere kleuren erop. En, en die. En die soort van vis, die is gewoon echt mooi, vind ik. Ik voel me dan heel erg chill. Je ziet ook echt dat Frenkie niet gewoon bewust is van hoe hij eruit ziet. En... Ik denk dat het op een jonge leeftijd al begint. Zodra je dan in de, in de, in de klas komt. Hé, hey, wat heb jij aan? Oeh, wat voor schoenen heb je aan? Oh, bum en bum t shirt is, Tuurlijk zijn ze daarmee bezig. Ja. En hoe ze eruit zien. Zijn wij als ouder niet ook heel erg. Ik ga niet het woord schuldig zeggen, maar David aan het feit dat hij ook al bezig is met hoe hij eruit ziet? Ja, wij, wij, wij doen daaraan mee. En, en we, we proberen het op een gezonde, leuke manier te doen. Ik denk dat we af en toe ook daarin hè, een misser kunnen maken. Mm -hmm. Dat als hij bijvoorbeeld thuis komt en hij heeft heel wild gespeeld, dan kunnen wij zeggen: Jeetje, wat zit je haar gek? En dan eigenlijk, uh, moet je dat zo zeggen, kan je beter zeggen: Nou, je, lekker tekeer gegaan daar. Weet je, ik denk dat je onbewust soms dingen zegt waar een kind wel zwaarder aan kan tillen. Um, maar ik vind dat wij heel erg bewust zijn. Omdat hij, hij, hij heeft sucke oren. Hè? Zodra ja. wij het hebben, hebben over... ja zusje is model, dus haar, haar eten en haar lijf is letterlijk haar leven. Dus dan kunnen we wel zeggen van... Oké, okay, we gaan nu dit eten, pannenkoeken. Die van jou hoeven dan maar even geen kaas en spek. Dat zeggen wij gewoon puur want we beter zijn ze bezig met het eten. Dan hoort Frenkie dat. Um, hallo, is dat niet gezond, kaas en spek? maar dan hoef ik het ook niet. Oh. Of als we gaan eten. Papa, ik hoef geen uh, aardappeltjes, want dat is niet gezond. Uh, ik hoef geen kip, want dat is niet gezond. Ik heb gehoord patatjes. Alleen groenten. Ja, dus. uh, en dat is echt voor ons de grootste spiegel die voor uh, ons kan voorgehouden worden... Dan weet je gewoon, je hebt het gewoon te vaak over wat wel en niet goed is voor je en waar je eventueel van kan aankomen of niet. Omdat hij het zegt. En hij het toch echt van ons. Precies, in zijn omgeving hoort hij het. Dus wij worden ook letterlijk met onze neus op de feiten gedrukt van: oké, okay, we kunnen sommige dingen, moeten we even anders verwoorden. Ja. Of als hij het letterlijk niet kan horen. Want volwassen mensen-onderwerpen zijn nog niet voor kindjes hun oren geschikt. Want ze ja. kunnen dat nog niet relativeren. En je wil niet dat hij helemaal zo'n zo, zo lunchbok openmaakt en denkt... ja, nee, nu moet ik die app van papa... kan ik dit, kan ik dit nu nog eten vandaag? Dat wil je niet. Ja, klopt, klopt. Zullen we teruggaan naar de kijkersvraag... en kijken of we die beantwoord Ja. Je kijkt me aan alsof, je, alsof ik zeg... kan wakker worden. <laughs> is het is lekker. Ik ben lekker aan het wegdommelen hier. Ik zit hier lekker in warm zo. Um, Ja, dus... jongeren die steeds meer onzeker kunnen worden... van social media, wat we daarvan vinden... Ik denk zeker dat wij, hebben, dat wij de, de conclusie kunnen trekken... dat we ons daar echt wel in kunnen vinden. Omdat het all over is. Dus mensen zijn vastgeklamd aan hun telefoon. Ze worden constant met het perfecte plaatje gevoed. En wij zeggen op onze beurt... Wat zeggen wij eigenlijk op onze, op onze beurt niet? Nou, wat ik dan mee zou willen geven... ben je zelf ouder, let op... En wees bewust van wat je zegt tegen je kind. Want dat kan hè, effect hebben. op hoe ze naar zichzelf kijken of naar de wereld. Daar, dat opvoeden is ook dat stukje uiterlijk meenemen. Terwijl je vindt van. je hoeft niet over na te denken. maar we doen het toch stiekem. Want op het moment dat we ons kind zeggen. vandaag doen we onze mooie kleren aan voor de schoolfoto. geef je dat toch ook al mee van. oeh, dit zijn dus mijn mooie kleren. En ja. snap je? Dus wat. hoe je het zegt. welke mate je het zegt. hoe je met je kind praat. dat wil ik meegeven aan papa's en mama's. Want daar begint het. Hoe kijkt een kind naar zichzelf? Kunnen wij als ouder echt in stimuleren of insturen en in helpen? Hoe dat het gezond blijft en leuk blijft. En um, tegen mensen die zelf misschien onzeker zijn, ik vind het: je mag onzeker zijn. Mag ook. Je mag ook even, even niet lekker voelen over hoe je die, misschien de dag erbij loopt. Het is ook niet erg, maar probeer te kijken dat we allemaal die dagen hebben. Dus ook de mooie mensen. Dus ook als jij kijkt naar iemand, die jongen, die dus niet dat buikvet randje heeft waar jij dus zo naar streeft. Die heeft ook dagen dat hij denkt, jeetje, het ziet, ziet er uit. Zodra het obsessief wordt, dan is het, ja, het is heel makkelijk gezegd dit door mij, maar je mag toch best wel ergens mee bezig zijn zolang het geen obsessie is. Je mag echt wel streven naar jouw, uh, uh, um, nee, ik moet niet zeggen, perfecte plaatje, want perfectie bestaat niet. Nee. Je mag wel, dat jij je lekker in je vel voelt, dat, dat mag, dat moet kunnen, vind ik wel. In welke vorm dan ook, want de een vindt jou misschien een obsessief ja, ja, ja. met je app, ja, ja. maar als het maar niet um, ongezond wordt. Ja, als het maar niet ongezond was. Dus als jij sowieso zegt: van, ik, ho, 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 ik hoef geen blokjes te hebben, hoeft ook niet, maar je blijft wel gezond, welk gewicht het dan ook is. En jij wil graag blokjes, zorg wel dat je uh, nog steeds geniet op een verjaardag. En dat je niet uh, al leuke feestjes gaat um, ontwijken. omdat je alleen maar op wortels leeft. Snap je? Ik bedoel, geniet dan wel van die verjaardag. Maar sla dan dat stukje taart over, want je hebt een bepaald uh, doel voor ogen. Dat zou ook moeten kunnen, toch? Mooie afsluiter. Nou, gezond tussen de oren is gezond uh, ja, in het lijf. Dankjewel, schat. Nou, jij ook weer. He? Ik heb hem hard kunnen luchten bij jou. Ik heb ook weer nieuwe dingen van je geleerd. Dus dank je wel daarvoor. Um, bij deze ook, dank je wel voor het luisteren. Elke, elke week maar weer zitten al die mensen gewoon te luisteren naar onze podcast. Het, het is bijzonder. Leuk, hè? Blijf ons vooral bestoken. Reageer en delen. En Nienke, ga jij ook wat, ga jij ook wat mensen reposten of zo op je stories dat, binnenkort? Dat ofzo? doe ik. Doe je dat? Ja, dat heb ik zeker gedaan. Ja, want dat is ook liefde teruggeven. Nou, wat is dit nou weer voor? Adieu. Monsieur. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door HelloFresh.